kan in een bepaald gebied komen en zoiets hebben van... Wauw, hè, wat mooi is het hier. En zo bloemrijk en echt fantastisch. En de beheerder die dat dan al 30 jaar of 40 jaar beheert, die zegt me dan... Ah ja, maar vroeger was hier dit en dit en dit en dit en dit. Hey, leuk dat je luistert naar Toekomst voor Natuur, aflevering 10. Ik ben Antonie Stip en in deze aflevering duiken we in de natuurbescherming in België. Wat speelt er zoal en wat kunnen we van elkaar leren? Ik spreek hierover met Annelies Jacobs. Zij is natuurbeschermer en wetenschappelijk medewerker bij Natuurpunt, met een speciale interesse voor wilde planten. En vorig jaar speurde Annelies heel België af om zoveel mogelijk soorten wilde planten te zien. En in deze aflevering hoor je wat dat met haar deed. Annelies, van harte welkom in Toekomst voor Natuur. Hoi, dag Antonie. Hey, we gaan het in deze aflevering dus hebben over natuurbescherming in België en wat er zoal speelt. Maar ook over jouw fascinatie voor wilde planten. Toch even voor de luisteraar die wat meer over jou wil weten. Je bent opgegroeid in Mortsel, dat is ten zuidoosten van Antwerpen. Behoorlijk stedelijke omgeving volgens mij. Hoe is jouw fascinatie of jouw interesse voor natuur ontstaan? Ja, dat is eigenlijk ontstaan een beetje in de tuin met mijn oma toen ik nog kind was. Die had in de tuin zo'n beetje een wild hoekje met een paar bomen en struiken en zo'n klein paadje dat erin liep, waar je je kon verstoppen. En mijn neef en ik, wij noemden dat altijd oerwoud. Hè. Dat was voor ons zo'n beetje een wildernis waarin we ons konden gaan verstoppen en allemaal naar diertjes en plantjes kijken. Dus al vanaf ik super klein was, ook al wonen we inderdaad in een redelijk stedelijk gebied, konden wij zo in het oerwoud ons gaan verstoppen en eigenlijk de natuur leren kennen. En ook vlak achter onze hoek was een piepklein natuurgebiedje midden in de stad. Dat heet Klein Zwitserland. Oeh, het klinkt poëtisch. Klinkt bergachtig en als kind leek het ook wel zo, want dat waren oude spoorwegbermen waar je dan in de winter met de slee af kon gaan in de sneeuw. Dat was superleuk. Maar het is eigenlijk door zo hele kleine stukjes natuur die er toch zijn in de stad, dat je dan als kind natuur vlakbij leert kennen en zo die fascinatie krijgt erdoor eigenlijk. Ja, dus het klinkt ook wel alsof natuur dichtbij eigenlijk heel belangrijk is voor opgroeiende kinderen. Ja, precies. Ik ben nu uiteindelijk bioloog en ik werk bij Natuurpunt. Maar ik denk als die kleine stukjes natuur vlakbij er niet geweest waren, dat ik ergens helemaal anders was, dan was ik nu misschien professioneel muzikant of zoiets. Dus dan was ik misschien iets helemaal anders geworden. Dus dat is inderdaad toch wel heel belangrijk geweest voor mij, dat die natuur dichtbij er was als kind. Ja, en dan ben ik ook wel nieuwsgierig wat jouw favoriete natuur is. Lijkt het dan een beetje op dat oerwoud van toen? Of zijn dat toch... Ja, ik word heel blij van oerwouden, maar ja, hetgeen waar ik het meest blij van word, is om in bloemrijke akkers rond te lopen. Allee, ik vind graslanden fantastisch, ik vind heidegebieden fantastisch, maar als ik ergens kom in een akker en ik zie daar nog echt wilde korenbloemen, klaprozen, al die kleurtjes, daar word ik helemaal blij van. En ja, dat is ook een van de meest bedreigde biotopen eigenlijk bij ons in Vlaanderen. Bij jullie in Nederland ongetwijfeld ook. Ja. En ja, die akkers, ik vind dat echt fantastische dingen om te bekijken en te zien wat er allemaal groeit en bloeit. Het is wel heel erg door de mens beïnvloede natuur. Ja, dat klopt. Maar ja, als je een beetje kijkt naar heel veel van onze types natuur, die zijn helemaal vervlochten met de mens. Hè. Ja. Onze heidegebieden, maar ook onze hooilanden bijvoorbeeld. En die akkers is misschien wel het mooiste voorbeeld van hoe natuur en cultuur kunnen samengaan. En hoe natuur zich eigenlijk ontwikkelt als een combinatie van factoren. Enerzijds door de mens die allerlei dingen doet, maar ook de natuur die een stuk haar gang gaat. En daar zijn die akkers toch wel een heel mooi voorbeeld van. Ja, ja. Mooi om jouw fascinatie daarvoor te zien. Ik wil met jou naar het eerste onderwerp, namelijk natuurbescherming in België. Kun je ons een beetje wegwijs maken in hoe dat georganiseerd is, die natuurbescherming in België? Misschien om te beginnen het natuurbeleid. Wie is daar verantwoordelijk voor? Dat is een beetje ingewikkeld. We zijn een klein landje, maar toch zijn we op gebied van natuur een beetje verdeeld. In die zin, natuur is bij ons een gewestelijke bevoegdheid. Dat betekent dat wij in Vlaanderen onze eigen minister voor leefmilieu hebben, net zoals Wallonië dat heeft en net zoals dat Brussel dat heeft. Dus op dat gebied zijn we eigenlijk beleidsmatig heel erg verdeeld. Dat maakt het ook niet altijd heel eenvoudig. Dus dat wil zeggen, het natuurbehoud in Vlaanderen is heel sterk op Vlaanderen gericht, in Wallonië is dat heel sterk op Wallonië gericht, in Brussel is dat op Brussel gericht. En dat maakt het niet altijd even gemakkelijk, zeg maar. Nee.
En uiteindelijk is wel ook de Belgische federale regering, heet dat volgens mij, ook wel verantwoordelijk voor, nou, bijvoorbeeld Natura 2000 doelstellingen, toch? Ja, klopt. Maar inderdaad, de bevoegdheden rond natuur, die liggen inderdaad bij de gewesten. Hè. Ja. Dus in die zin, ik werk bijvoorbeeld bij Natuurpunt. En wij werken ook gewestelijk. Hè. Wij werken echt in Vlaanderen. Terwijl in Wallonië is dan onze zusterorganisatie Natagora bezig met het beschermen en beheren van natuurgebieden. Ja. En dan heb je natuurlijk ook de overheidsdiensten. In Vlaanderen is dat het Agentschap voor Natuur en Bos. Hè. Zij beheren ook een heel wat natuurgebieden. In Wallonië heb je het DNF bijvoorbeeld, dat is dan de Waalse tegenhanger. Maar er zijn nog allerlei andere natuurbeherende organisaties. Hè. Bijvoorbeeld Limburgs Landschap is er zo eentje, VZW Durme is er zo eentje. Ja. Ook in Wallonië heb je er verschillende organisaties die daarmee bezig zijn. En jullie zelf als Natuurpunt beheren ook, of niet? Ja, we zijn een terreinbeherende organisatie en wij beheren in alle Vlaamse provincies heel wat natuurgebieden. Ja. Je werkt dus voor Natuurpunt, dat is een vereniging ook met leden, meer dan 120.000 begreep ik. Waar houd jij je mee bezig? Ik werk op de studiedienst van Natuurpunt. En wij zijn eigenlijk een dienst die onderzoek en allerlei projecten doet om te kijken naar de toestand van de biodiversiteit in Vlaanderen. Dus wij kijken naar de trends van bepaalde soorten, dieren, planten, allerlei soortgroepen. En wij proberen ons ook in te zetten om te zorgen voor een goede bescherming daarvan. Ja. En zijn er dan nog specifieke soortgroepen waar jij wat meer aandacht aan besteedt dan een andere? Of ben jij een omnivoor die alles die overal mee bezig is? Ik probeer een beetje van alles iets mee te pikken, omdat ik dat heel boeiend vind. Als je rond één bepaalde soortgroep werkt, vind ik het heel goed om zo die linken te leggen naar andere groepen. Dus ja. Ik vind het leuk om van alles een beetje te weten. Maar het meest ben ik toch wel met wilde planten bezig geweest de laatste jaren. Ja, nou, daar komen we zo nog even verder over te spreken. Ik ben wel nieuwsgierig, als jij zo een beetje het landschap van de natuurbescherming in België, misschien specifiek Vlaanderen, overziet. Wat zijn dan de belangrijke thema's van dit moment? Wat speelt er? Ja, van de meest hot topics, zeg maar, is natuurlijk stikstof. Ik denk dat het heel gelijkaardig is als bij jullie in Nederland. Ja. Hè. Je ziet dat heel wat van onze natuurgebieden en ook heel wat kwetsbare populaties van allerlei plantensoorten, maar ook diersoorten, kreunen, zeg maar, onder de grote hoeveelheid stikstof die erop komt. En dat is iets wat ik in mijn werk echt dagelijks zie, wanneer ik met wilde planten bezig ben. Dat ik naar bepaalde plekken ga en dan zie hoe alles enorm aan het verruigen is in de vegetatie, hoe de laatste beetjes aan het wegkwijnen zijn, zeg maar. En dat is toch echt wel een problematiek die speelt. Hè. Zowel bij de mensen op het terrein die het elke dag zien, maar ook bij de beleidsmakers die bezig zijn met een kader daarvoor te schetsen van hoe kunnen we dit eigenlijk oplossen in de toekomst. Ja, en naast stikstof zijn er ook nog andere thema's die veel spelen? Eentje heel typisch voor Vlaanderen is versnipperde natuur. Hè. Ja. We zijn op Malta na de meest versnipperde regio van heel Europa, denk ik. Ja. En je ziet dat ook. Bijvoorbeeld een dier dat van het ene gebied naar het andere moet. Om de 300 meter vind je in Vlaanderen een weg gemiddeld. Dus dat is eigenlijk echt ongelooflijk. We zijn kampioen in ORL. Wegen doorbouwen. Hè. Wij willen overal met de wagen maar geraken. Ja. Maar dat heeft natuurlijk ook een impact op natuur. En dat zijn zaken die we nu echt proberen om rond die ontsnippering te werken, rond verbindingen maken, terug meer robuuste natuurgebieden. Dat is denk ik ook wel een belangrijk thema op dit moment. Ja. En klimaatverandering, heeft dat nog invloed? Ja, absoluut. Het is een thema dat je bijna elke dag hoort. Hè. Het is een beetje het nieuwe normaal aan het worden om daarover te spreken. Als je bijvoorbeeld kijkt, de laatste jaren hebben we heel rare zomers gehad. Die droge zomers, die hittegolven die in toch al echt een zichtbare impact hebben gehad op bepaalde plantenpopulaties en vegetaties. En dan vorig jaar die zware overstromingen die we hebben gehad. Hè. Dus die klimaatverandering die doet ons inderdaad ook nadenken van hoe kunnen we in de context van natuurbescherming onze natuur zo robuust mogelijk maken. Hè. En daar, die zo veerkrachtig mogelijk maken, zodat die klimaatverandering toch een stuk opgevangen kan worden of dat we die zo goed mogelijk een hoofd kunnen bieden. En gebeurt dat al in Vlaanderen, dat er aan die klimaatadaptatie, want dat is het dan meestal, gewerkt wordt? Ja, zeker. We zijn onder meer bezig aan de Blue Deal, daar heb je misschien al een keer van gehoord. Ja. Dus dat is echt werken rond natte natuur, vernatting, veenherstel.
Bijvoorbeeld de Vallei van de Zwarte Beek. Dat is een van de grootste natuurgebieden die Natuurpunt beheert. Daar zijn we echt op landschapsschaal bezig aan veenherstel. Om eigenlijk het volledige systeem van die Zwarte Beek, van bron tot monding en de actieve veenvorming terug te gaan herstellen. Om ja, een stuk die sponswerking van de natuur terug te brengen. Ja, en dan helpt het denk ik ook wel dat jullie in Vlaanderen een redelijk ambitieuze minister hebben, toch? Of niet? We hebben een zeer ambitieus minister voor natuur. En dat vind ik toch wel heel fijn. Dat motiveert enorm. Het is niet altijd gemakkelijk om in natuurbescherming te werken. Omdat gelukkig boek je af en toe bepaalde successen. Maar je voelt ook dat we zo op een punt zitten dat sommige dingen er nog wel zijn, maar dat ze zo door je vingers aan het glippen zijn. En dat je ondanks alle inspanningen die je doet, dat je zo voelt van oei, het is bijna aan het wegslippen. En als je dan de minister ziet op de televisie die zegt van oké, we moeten ambitieus zijn en we moeten ervoor gaan en dit is belangrijk en we moeten stikstof aanpakken en die Blue Deal die moet er komen, dat vind ik toch wel heel motiverend. Ja, ik weet ook wel zeker dat er ook Nederlanders zijn die daar af en toe met enige jaloezie naar kijken. Naar het ambitieniveau wat jullie hebben in Vlaanderen op het ministerieel niveau. Nou is het ook zo dat jij vorig jaar, 2021, heel België afzocht naar zoveel mogelijk wilde plantensoorten. Je hebt, als ik het goed heb begrepen, 1283 soorten tegengekomen. Waarom ben je daarmee begonnen? Ik ben iemand die heel erg houdt van het seizoen waarin er buiten veel te zien is. Hè. Dus ongeveer nu, zo in de zomerperiode, ben ik super gelukkig. Maar in de winter is dat iets minder. En vorig jaar, in het begin van de winter, het waren zo hele korte dagen, het was slecht weer. Door de COVID-maatregelen konden we niet op reis gaan, zagen we onze plannen in het water vallen. Dus ik zat een beetje in een dipje. En een van mijn vrienden zei, zeg, hè, je bent zo met die wilde planten bezig. Waarom ga je niet in plaats van op reis te gaan een jaar proberen zoveel mogelijk planten in België te zien? Ja. En ik had eerst zoiets van, ja, misschien, ik zal wel eens nadenken erover. En ondertussen had hij dat al rondgebazuind aan half natuurkijk in Vlaanderen. Dus overal waar ik kwam, kreeg ik felicitaties. Ah, fijn, je gaat het doen, wat leuk, joh. Dus ja, ik kon helaas niet meer terug. Je werd gewoon voor het blok gezet. Echt waar. En dan dacht ik, ja, waarom ook niet? En eigenlijk was het echt fantastisch leuk. Ik heb een ongelooflijk leuk, boeiend jaar achter de rug. En vooral, weet je, ik heb gezegd, ik wil het doen, maar ik doe het vooral om enorm veel bij te leren. Om heel veel nieuwe plekken te leren kennen, met heel veel beheerders op terrein te gaan, naar plekjes te gaan kijken waar al heel lang niemand meer is geweest, om te kijken hoe het ermee gaat. Yeah. Dus ik heb keiveel gezien en bijgeleerd en ik hoop af en toe toch ook wel iets kunnen doen voor de bescherming van bepaalde plekken. En je kon het dus inpassen in je werk, of niet? Ja, het was vooral iets dat buiten mijn werk afspeelde, maar. Dus ik ben heel veel avonden, weekends rondgereden, overal, alle hoeken en kanten van het land. Maar ook in mijn werk ben ik bezig met bedreigde populaties in kaart brengen. En ook waar wij ook mee bezig zijn, is om een beetje analoog aan het levend archief in Nederland, om zaden in te zamelen van zeldzame plantensoorten. Dat doen jullie nu ook. Ja, klopt. Je hebt misschien al wel eens gehoord van die bekende zadenbank in Spitsbergen, ja, waar ze zo zaden van voedselgewassen bewaren. Dat zijn wij ook aan het doen. In Nederland doet men dat trouwens ook. Hè. Maar in België hebben wij een nationale zadenbank in de plantentuin van Meissen, waar men probeert om voor ongeveer 75% van onze Belgische flora, om daar eigenlijk een genetische backup van te hebben. Dat is bepaald in de wereldwijde conventie over biologische diversiteit dat elk land dat zich aansluit zich ertoe inzet en verbindt om een heel deel van hun flora, om daar echt een backup van bij te houden in een zadenbank, zeg maar, die ooit kan ingezet worden bij natuurherstel, maar die ook voor onderzoek kan gebruikt worden, bijvoorbeeld. Dus dat is iets waar ik momenteel in mijn werk echt mee bezig ben, om populaties te gaan opsporen waar soms al jaren niemand geweest is. Ja. Yeah. Om zaden in te zamelen, maar ook om te kijken van hoe gaat het met die populatie. Want natuurlijk in de eerste plaats, bescherming van plantensoorten gebeurt op het terrein. Hè. Ja. Dus je probeert er alles aan te doen om planten op het terrein zo goed mogelijk te beschermen, te beheren. En het inzamelen van die zaden kan soms wel een laatste reddingsmiddel zijn, zeg maar, of een laatste boei zijn om die toch nog te behouden.
Even terug naar jouw plantenjaar. 1283 soorten, dat is een formidabel aantal. Even voor het beeld, welk deel van de Belgische flora heb je daarmee gezien? In percentage bijvoorbeeld? Dat is bijna 99% van de Belgische flora. Oh, oké. Okay. Ja, we hebben zo'n 1300 wilde plantensoorten in België. Maar voor de meeste van die soorten was het eigenlijk niet de eerste keer dat ik die zag. Dus allee, het is iets waar ik al heel lang mee bezig ben. En ik heb het geluk dat ik eigenlijk een heel leuk vriendengroepje heb overgehouden aan mijn studies biologie op de Universiteit Antwerpen. En we hebben een beetje als hobby om elk weekend naar een ander stukje van België te gaan en daar allemaal naar plantjes te gaan zoeken. En hetgeen dat we nog het liefst doen van alles, zo gaan kijken van hè, welke planten zijn al superlang niet meer gezien of welke planten denkt men die eigenlijk uitgestorven zijn of niet meer voorkomen bij ons. En dan zo'n beetje Sherlock Holmes-gewijs gaan opzoeken van waar stond die vroeger en zo. En in oude documenten, oude verslagen, herbarium-exemplaren gaan kijken, gaan neuzen. En heel soms vind je daar zo een heel exacte beschrijving. Hè? In jaartallen dat je niet meer kan voorstellen, zo 150 jaar geleden en zo. Van dat baantje naar beneden, daar in de hoek, in die wegberm bijvoorbeeld. En die plekken proberen wij dan heel veel jaar na datum terug te bezoeken om te kijken of die planten daar nog steeds voorkomen. Dus je bent eigenlijk plantendetective. Ja, dat is eigenlijk hetgeen dat ik nog het liefst doe van al. Want die soorten, die aantallen die je opnoemt, dat is natuurlijk wel leuk. Hè? Maar daar doe ik het niet voor. Hè? Ik doe het echt om die planten te leren kennen. En dat is een beetje het gekke. Je moet soms iets een keer gezien hebben voordat je daar een zoekbeeld van hebt. Ja. En zeker zo van die kleine plantjes, als ik dan een keer toon aan iemand van hier bijvoorbeeld de veldereprijs, zo'n heel klein dingetje met kleine blauwe bloemetjes. Leuk. En dan komen ze thuis en zeggen ze, dat staat hier gewoon tussen de stoepstenen bij mij thuis. Ik had dat nog nooit gezien, maar het is omdat je me dat hebt getoond en omdat ik het nu herken, dat mijn oog erop valt en dat ik het zie. Daarom is natuurbeleving ook zo belangrijk, denk ik. Dat mensen het moeten wel, je moet het wel kunnen zien en beleven voordat je ogen ervoor geopend worden. Ja, precies. Ja. Wat deed dat jaar van zoeken naar wilde planten, wat deed dat met jou? Ik vond het vooral echt superleuk. Het was een periode dat we heel strenge maatregelen tegen de corona hadden. En veel mensen wisten zo niet zo goed wat ze moesten doen. Hè, want we mochten allemaal niet zo ver weg gaan en de reizen vielen weg en zo. We moesten thuis werken. En ik heb mij geen seconde verveeld. En het leuke is, ik heb dat niet alleen moeten doen. Ik had superveel mensen die een keertje mee wouden komen. Of heel vaak ga je dan met een lokale beheerder mee op het terrein. En dat vond ik ook heel leuk, omdat je soms naar plekken gaat waar dat ze zelf al een hele tijd niet meer naar gaan kijken zijn. Hè. Bijvoorbeeld wild kattenkruid, om maar een voorbeeld te noemen, in Hoegaarden. Dat was dan zo'n stukje in een berm die helemaal aan het verruigen was. En het is maar omdat je daar met een beheerder gaat kijken en gaat zeggen van zeg, in heel België, daarvoor moet je hier zijn. Hè? Ja. Superbelangrijk, supercool. Wauw, tof dat hier nog staat. Maar het is hier helemaal aan het overgroeien. Hè? En dat hij dan zegt, oei. Hè? We gaan daar toch iets voor doen. Dat vind ik dan wel heel leuke momenten. Ja, dus je kunt ook beheerders op dat moment een beetje de hands-on mentaliteit van je moet hier wel wat gebeuren om hem in stand te houden, bijbrengen. Ja, het is soms ook een beetje omdat mensen er naar kijken en er een appreciatie aan geven, dat het een waarde krijgt in het natuurbehoud, denk ik. Ja, daarom ben ik zo'n groot fan van insecten. Daar moet het heel veel meer over hebben, want dan gaan mensen het ook waarderen. In een interview met De Standaard, was het volgens mij een Belgische krant, gaf jij ook aan van wat ik mij ook wel realiseerde is dat ik wilde planten heb gezien die een volgende generatie misschien wel niet meer heeft gezien. Ik zag dat de minister, Vlaamse minister Joël de Meer, daar ook wel op inhaakte. Dat vond ze wel redelijk confronterend. Hoe was dat voor jou om dat te beseffen, zeg maar, als je daar rondloopt in die terreinen? Ik vind dat echt super confronterend. Allee, zeker als je naar bepaalde soorten aan het zoeken bent, zoals Frans Vlas is een voorbeeldje. Heel mooi plantje, groeide bij ons op de kalk. Hij is al weg. Dat is een plant die ik nooit meer heb gezien. Mensen die een paar jaar voor mij begonnen zijn met wilde planten, hebben die wel nog gezien. Kalkentrip is ook zo'n voorbeeld. Jullie hebben die ook nog staan in Nederland, aan de Sint-Pietersberg. Wij hadden tot een paar jaar geleden een groeiplaats met tientallen planten, maar is helemaal dichtgegroeid. Is weg, kan je niet meer zien in België. En dat vind ik echt zo
rottig eigenlijk. Of akkerwildkruid, ook een akkeronkruid, stond bij ons nog op één plekje in Vialsalm in de Ardennen. Heb ik gezien een paar jaar geleden, maar is helaas ook verdwenen. En onherstelbaar verdwenen? Ik bedoel, er zitten niet nog in de zadenbank wellicht plekken waar zaad nog aanwezig is? Eigenlijk van het overgrote merendeel van onze flora in West-Europa, die hebben kortlevende zaden. Dus dat betekent, als de planten bovengronds weg zijn, dat de zaden onder de grond nog 5, 6, 7 jaar, sommige misschien nog ietsje langer afhankelijk van de omstandigheden, overleven. Maar het merendeel heeft dus echt kortlevende zaden. Er zijn een aantal voorbeelden, vooral die akkeronkruiden bijvoorbeeld zijn een goed voorbeeld, die soms tientallen jaren kunnen bewaard worden. En er zijn zelfs zo ongelooflijke verhalen van opgravingen die men heeft gedaan in piramides in Egypte, waar men zo oude amforen heeft gevonden met graanzaden en zadenen, die men terug heeft proberen doen kiemen na 5000 jaar. Kijk. En dat gelukt is. Zo. Ja. En daar krijg ik dan zo kippenvel van als ik dat hoor. Dat vind ik dan echt fantastisch dat kan. Ja, maar met Frans Vlas is dat nog niet gelukt. Nee, het is niet gelukt. En ik vind dat gewoon heel jammer, want weet je, ik was 30 toen ik dat plant hier heb gedaan. Ik vond dat zelf nog niet zo heel oud op dat moment. Maar toch moest ik toen al zien van, ik kan bepaalde planten gewoon niet meer zien, waarschijnlijk nooit meer zien in België. En ik moet aan mensen die na mij komen ook zeggen van, die en die plantensoort, ik heb die nog gezien, maar jij gaat die jammer genoeg nooit niet meer kunnen zien. Dat vond ik toch wel erin haken soms, zeg maar. Ja. En kunnen we er iets aan doen om dat zo min mogelijk te hoeven zeggen straks aan generaties na ons, zullen we maar zeggen? Ja, ik denk dat heel veel inderdaad wel start met het leren kennen van dingen. Hè. Dat daar ook die appreciatie uit voorkomt en het belang van, we moeten dat proberen beschermen. Want onbekend is onbemind, zeggen we soms. Ja. Dat klopt helemaal. Maar ook hoe kan je nu iets gaan beschermen als je geen idee hebt wat het is, waar het groeit, wat het nodig heeft? Dus ik denk dat toch ook een taak is van natuurorganisaties om mensen een stuk dichter bij de natuur te brengen. En zo dat ze het ook zien, leren kennen en dat het een waarde krijgt, zeg maar, om het te behouden. Ja. Onlangs schreef je ook met een collega een artikel, met je collega Wim Verachert, over shifting baselines in het natuurbehoud. En dat, als ik het even in mijn eigen woorden mag zeggen, dat gaat eigenlijk over het referentiekader, wat verschillende generaties eigenlijk gewoon vinden om in de natuur en de soortenrijkdom van onze natuur, om daar aan te treffen. Waarom denk je dat die shifting baselines belangrijk zijn? Waarom moeten we daar ons zorgen over maken? Om een voorbeeld te geven, toen ik opgroeide in Mortsel en we deden een telling van de kievitsnesten, vonden we een 25-tal kievitsnesten. Vonden we toen al superleuk, joepie. Als we vandaag, 10 jaar later, een telling doen, vinden we 1 kievitsnest. En dan zijn er mensen die zeggen, joepie, we hebben 1 kievitsnest. Maar dat illustreert het een beetje. Hè. Generatie na generatie hebben we een heel andere referentiekader voor wat is een rijke natuur. En als je opgroeit in een landschap dat een stuk een verarmde natuur heeft, is dat jouw referentiekader. En zeg je, hiernaar gaan wij streven, want dit is ons beeld van een rijke natuur. Omdat wij niet meer weten hoe het een generatie ervoor of daarvoor was. En daarom is dat toch echt wel belangrijk om een beetje een beeld te hebben van hoe zou zo'n systeem eruit gezien hebben, een tijdje geleden. Niet per se dat we het verleden in leven willen houden, maar we zoeken eigenlijk wel naar een referentie op een moment van, dit is een rijke biodiversiteit. Hè? Omdat dat hetgene is waar we naar willen streven, dat we terug willen herstellen of waar het nog is behouden. Maar dan kom je dan altijd in 1850 of zo, of 1900 terecht? Of hoe ver moet je teruggaan, zeg maar, voordat je tevreden bent? Wanneer ben je tevreden? Daar gaat het ook over, denk ik. Dat is niet zo'n heel eenvoudige vraag. Hè? Wat is effectief onze referentie voor natuur? Hè? Er zijn een paar zeer mooie boeken over geschreven, onder andere door Joop Schaminet in Nederland, professor vegetatiekunde, die uitlegt van hoe zagen die landschappen er in het verleden uit. En
dat proberen we een stukje in het natuurbeheer ook te doen. Hè. Bijvoorbeeld bij dat hooilandbeheer of dat beheer van die heidegebieden proberen we een stuk te imiteren hoe dat beheer vroeger zeer lang is toegepast geweest. Hè. En we proberen vooral in het natuurbehoud keuzes te maken. Moet altijd, hè. Men heeft mij altijd ingedramd toen ik biologie studeerde. Van, natuurbeheer is keuzes maken. En dat is de essentie. Hè. Want als je nou niks doet, zeg maar, hè, kan. Hè. Ja. We doen niks, we grijpen als mens niet in. Heel veel systemen gaan aan spontane successie in, gaan bijvoorbeeld verbossen. Maar dan verlies je een enorm aandeel aan je biodiversiteit. Dus wat wij proberen te doen in Vlaanderen en ook in Nederland is, we kiezen ervoor om actief te gaan beheren. En om actief bepaalde systemen te gaan herstellen waaraan een rijke biodiversiteit gekoppeld is. Dat is een afwisseling van bijvoorbeeld oude bossen, van laagvenen, van hoogvenen, van heidegebieden. Maar ook die bloemrijke akkers horen daarbij. Nou zal een rewilder zeggen, mooi zo, dan zijn we met elkaar eens grote grazen erin en klaar. Ja, dat klopt niet helemaal, denk ik. Ik bedoel... ik was ook enorm enthousiast als je de verhaal hoort van grote zoogdieren die terugkomen naar onze contrij. Hè. Als je me een paar jaar geleden had gezegd, wolf terug in België, lynx terug in België, otter in België, oehoe. Allee, ongelooflijk fantastisch. En dat is ook heel belangrijk en motiverend. Maar ik ben elke dag op het terrein om naar die meest kwetsbare kleine plantjes te gaan kijken die soms ietsje minder opvallen. En dan zie je wel van, oké, we hebben dat beheer toch echt wel nodig. Hè? En soms gaat het erover om tijdelijk via het beheer bepaalde planten een beetje aan het infuus te leggen als een coronapatiënt, zeg maar. En echt intensive care te geven. Maar dan wel met een toekomstperspectief. Hè? Wel van, oké, we proberen om die aantallen terug op te krikken. We proberen om die erbovenop te helpen, om gebieden te gaan herstellen, zodat die zich terug kunnen gaan verspreiden. Dus ik denk echt, als we zeggen van, oké, de ambitie is om te gaan voor biodiversiteit. Die rewilding in bepaalde gebieden kan dat absoluut. Hè. Kan dat absoluut ook een meerwaarde zijn. Maar ik denk daarnaast dat je toch echt wel ook op bepaalde gebieden in de huidige context, hè, onder andere met de stikstof waar we het al over hadden, dat een zekere mate van intensief beheer toch echt wel nodig is. Ja, dus jij ziet het eigenlijk naast elkaar bestaan en elkaar ook aanvullen. En dan kunnen we werk maken van streven naar rijke biodiversiteit in België, in Nederland. Ja, absoluut. En hetgeen waar we het eerder al over hadden, die stikstof, die moet gewoon omlaag. Die versnippering, daar moeten we een oplossing voor vinden. En zo proberen werken aan inderdaad meer robuuste natuurgebieden, zeg maar. En gebeurt er genoeg om die stikstofdepositie omlaag te brengen, wat jou betreft? In het voorjaar van 2020 is de Vlaamse regering met het stikstofakkoord afgekomen. En dat is denk ik toch een heel belangrijke stap in de goede richting. Hè. Dat is een maatregelenpakket waar een aantal zaken in staan. Waaronder, als toch belangrijke maatregel, dat tegen 2030 men de veestapel in Vlaanderen met 30% wil verminderen. Dat is toch wel aanzienlijk. Ja. En daarnaast zijn er nog andere maatregelen, zoals dat bepaalde bedrijven, landbouwbedrijven, die een zeer hoge uitstoot aan stikstof hebben, dat er een soort kleurcodesysteem is. Waarbij bepaalde rode bedrijven, zoals men dat zegt, dat zijn bedrijven met een heel hoge uitstoot en die ook een ligging hebben, bijvoorbeeld dicht bij een natuurgebied, zo'n echt een grote impact hebben, dat die eigenlijk zullen moeten sluiten tegen 2025. Oké, dus dat in Nederland noemen we dat de piekbelasters volgens mij, die dan heel gericht ook die worden uitgekocht, denk ik. Ja, klopt. Het gaat over 41 bedrijven in Vlaanderen. Dat is toch behoorlijk aanzienlijk. Ja. En in dat pakket aan maatregelen heeft men natuurlijk en gelukkig ook voorzien om die mensen toch heel goed te ondersteunen daarbij. Want dat is absoluut geen leuk nieuws, absoluut niet. Nee. Maar langs de andere kant, er moest iets gebeuren. En in dat stikstofakkoord zijn echt een heel pakket aan maatregelen genomen om het probleem met de kern aan te pakken. Namelijk, die stikstofuitstoot moet omlaag. En anderzijds staat daar bijvoorbeeld ook in dat men echt extra maatregelen gaat nemen, bijvoorbeeld in die natuurgebieden die het zwaarst getroffen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de Kalmthoutse heide, ook de Mechelse heide, de Maten, dat zijn allemaal heidesystemen. Ook de Voerstreek bijvoorbeeld, daar komen het Turnhout-Svennegebied, komen echt extra maatregelen om het effect van die stikstof een stuk te herstellen.
Nog even terug naar jullie artikel, want daarin eindigen jullie eigenlijk ook met een voorzichtige oproep, noem ik het maar even, dat in het natuurbehoud we wel iets ambitieuzer mogen zijn. Ik neem aan dat jullie in eerste instantie ook Vlaanderen bedoelen. Hoe moet ik dat zien? Waarin moeten we ambitieuzer zijn? En voor welke doelen moet die ambitie omhoog, wat jullie betreft? Ik denk dat we inderdaad eens moeten gaan kijken van wat is precies ons streefdoel? Hè? Waar zijn we nu echt blij mee? En dat vind ik ook niet zo'n heel gemakkelijke vraag om op te antwoorden. Maar ja, hetgeen is gewoon... Ikzelf en heel wat collega's, heel wat vrienden van mij, wij lopen rond in Vlaanderen, in België. En we zien dat heel wat plantenpopulaties, maar ook andere dingen, hè, wilde bijen bijvoorbeeld, libellen enzovoort, dat die soms zo onopgemerkt verdwijnen. En geen haan kraait ernaar, bij wijze van spreken. Je hoort soms op het nieuws van die berichten van biodiversiteitsverlies en in het Amazonewoud en ze kappen daar bomen en het gaat er allemaal niet goed. Maar zelfs bij ons verliezen wij soorten. Hè. Ja. Alleen al, hè, bijvoorbeeld, je zei het, klimaatverandering. Door die hittegolven van 2 jaar geleden zijn wij in Vlaanderen bijvoorbeeld de dennenwolfsklauw kwijtgespeeld. Die is gewoon weg. Door de hitte, dat is een heel primitieve plantensoort, een sporenplant. Ja, die wolfsklauw vind ik ook echt een fantastische soortgroep. Die kan echt niet goed tegen die hittegolven. De rest van het jaar doet hij het prima. Maar dan net die 2 weken hittegolven, ja, dat is zo droog, zo warm, die kan er niet tegen. Die is volledig verdwenen eigenlijk. En ja, dat is ook maar omdat je dat dan toevallig ziet, omdat je daar bent en daar een berichtje van schrijft, ergens dat wordt opgepikt en dat mensen dat belangrijk vinden. Maar ja, we moeten er natuurlijk inderdaad goed bij stilstaan van die kennis is belangrijk. Hè. Als je het niet weet, dan kan je er ook weinig aan veranderen. Ja, dan sterven ze een stille dood. In datzelfde artikel benoemen jullie ook als voorbeeld beheerders, waarvan jullie zien dat die blij zijn met graslanden vol echte koekoeksbloemen en pinksterbloemen. Terwijl diezelfde graslanden wat langer geleden vol stonden met orchideeën, zeldzame zeggensoorten en andere grote diversiteit aan wilde planten. Het kwam een beetje op mij over van ja, als je blij bent met zo'n pinksterbloemengrasland en koekoesbloemengrasland, dan weet je eigenlijk niet wat je mist. Maar beheerders mogen toch ook gewoon blij zijn met wat er nu is? Of hoe zien jullie dat? Hoe zie jij dat? Dat past helemaal in dat verhaal van die shifting baselines. Hè? En eigenlijk herken ik mezelf heel sterk in wat je nu vertelt. Want toen ik opgroeide en bezig was met bijleren over al die soorten, wat ik nu nog altijd aan het doen ben over die vegetaties, ik kan in een bepaald gebied komen en zoiets hebben van wauw, hè, wat mooi is het hier en zo bloemrijk en echt fantastisch. En de beheerder die daar dan al 30 jaar of 40 jaar beheert, die zegt me dan, maar vroeger was hier dit en dit en dit en dit en dit. En dan val ik soms wel een beetje achterover zo. Hè, van oei, hè, ja. heb ik het dan misschien mis? Dus dat is heel confronterend. Ik ben ook iemand die heel optimistisch doorgaans is ingesteld. Of hoopvol is misschien een beter woord. Je moet ervan genieten en je moet daar blij van zijn, van de dingen die er zijn. Maar je mag ook ambitieus genoeg zijn, denk ik. Hè. De lat mag hoog liggen. En we moeten proberen om zo kwaliteitsvol mogelijk werk te leveren in het natuurbeheer. Dus je mag jezelf af en toe ook wel een beetje challengen en een beetje uitdagen van oké, we gaan dat hier echt wel goed aanpakken en zo goed mogelijk doen. Dus dat was eigenlijk vooral een oproep aan jezelf. Ja, misschien wel, ja. Ja, ja, ja. In Nederland speelt er trouwens op dit moment in de... Ja, in de flora-wereld een aardig levendige discussie over inzaai. Of je dat wel of niet moet doen, of dat een goed idee is. En onder welke randvoorwaarden dan. Dat heeft ook denk ik wel met referentiekaders te maken. Speelt die discussie ook in België of is dat iets typisch Nederlands? Wij lopen vaak een heel klein beetje achter op Nederland. Oh, is dat zo? Maar in die zin is het thema bij ons ook wel meer en meer aan het opkomen. Hè. Allee, ik bedoel, met inzaai, je hebt een aantal aspecten daaraan. Hè. Je hebt enerzijds... herintroductie zeg maar, van plantensoorten in natuurgebieden, waar wij ook meer en meer rond aan het werken zijn. En ja, een heel gevoelige zaak daaraan is
wat je uiteindelijk probeert te doen, is niet voor één soort iets te doen. Hè. Wat je probeert te doen, is een systeem te herstellen. Hè. Een hele vegetatie herstellen, met al het bodemleven dat daarbij hoort, alle insecten die daarop komen, de vogels, dus echt een volledig systeem. En in sommige gevallen kan dat inderdaad betekenen, als je bepaalde plantensoorten daar terugbrengt, dat dat zorgt voor een meer complete vegetatie, een meer compleet systeem. Er zijn een aantal randvoorwaarden aan verbonden. Hè. De soort moet er vroeger voorgekomen hebben. Ze kan er niet meer op eigen krachten geraken. En zo zijn er een aantal zaken. Dus ik denk dat het een goede zaak is dat het gebeurt. Maar ik denk dat het ook een goede zaak is dat er heel kritisch mee omgesprongen wordt. Hè. Dat is niet zo, maar eigenlijk moet je vooral denken, dat is eigenlijk niets waar we blij mee moeten zijn. Dat is eigenlijk iets... Ja, dat is best wel confronterend dat we dat soms moeten doen om bepaalde soorten nog te behouden. Hè. Dus ja. Ik denk dat je daar toch wel met een zekere voorzichtigheid mee moet omspringen. Dus eigenlijk ook een noodgreep als zijnde een soort ligt op de IC inderdaad. En dat wil je ook liever niet. Je wil liever dat een mens gezond blijft, maar ook een plantensoort gewoon gezond blijft. Maar soms ontkom je er niet aan om zo'n ingreep te doen. Ja, precies. En wat mij vooral ook opvalt als het gaat over herintroducties, niet alleen met planten, maar je ziet het ook bij andere soortgroepen, bij vogels rond de kroeskoppelikaan. Momenteel is er bijvoorbeeld ook zo'n dingetje gaande. We zijn heel vaak bezig met soorten die een beetje tot de verbeelding spreken. Hè. Zo'n beetje de kers op de taart waar we dan rond werken. Terwijl er heel wat andere soorten zijn die een beetje aan het verkommeren zijn omdat niemand er aandacht aan geeft. En dat is toch ook wel een uitdaging van... Waar liggen je prioriteiten en waar werk je rond? Het werkt gewoon niet als je zegt, die soort, we brengen ze terug omdat we het kunnen. Maar ja, er moet echt een plan achter zitten en je moet echt je volledige systeem terug goed krijgen, zeg maar, voordat je naar zo'n maatregel kan. Ja. Ik wil met jou nog even naar de natuurbescherming in Vlaanderen. Waar ik wel benieuwd naar ben, is jouw ideeën bij wat wij kunnen leren als mensen in Nederland die met natuurbescherming bezig zijn. Wat kunnen we leren van de Vlaamse aanpak? Nou, we zeggen heel vaak in Vlaanderen dat we opkijken naar Nederland als het gaat over natuurbescherming. Dus ik vind dat wel een leuke vraag, zo omgekeerd. Maar een van de dingen wat mij wel opvalt, zeker omdat ik bij Natuurpunt werk als vrijwilligersorganisatie, wij werken heel bottom-up. Hè. Dus dat betekent, we hebben eigenlijk heel veel vrijwilligers over heel Vlaanderen die elke dag op terrein gaan in hun vrije tijd en daar allemaal dingen zien en doen en aankaarten. En ja, in die zin werken we heel hands-on. We hebben iets minder een vergaderen- en overlegcultuur, die in Nederland misschien wel is. Jullie zijn daar ook heel goed in om dingen heel goed te bedenken en daar een mening over te formuleren en iemand anders ook en daar heel uitvoerig over te discussiëren. Terwijl wij misschien veel sneller meteen... pragmatisch het bedenken. En ook, ja, als het gaat in over werken in het natuurbehoud en natuuronderzoek, de budgetgroottes waar dat wij mee werken, zijn van een hele andere schaal dan in Nederland. Hè. In Nederland doet men echt... daar zijn wij soms wel best jaloers op, kijken wij best naar op. Doen jullie heel uitvoerig fundamenteel onderzoek naar natuurbescherming. Dat is echt heel knap, hè. Jullie meten van naaltje tot draadje van hoe werkt dat systeem, hoe zit dat in elkaar. Jullie weten precies waar jullie mee bezig zijn, wat dat zeer goed is. En omgekeerd vind ik bij ons het dan ook wel knap dat, ondanks dat we niet altijd dezelfde middelen hebben, dat we die toch heel goed kunnen inzetten en met een aantal mensen toch heel veel kunnen bereiken. Ook dankzij dat heel uitvoerig netwerk en vrijwilligers die zich daar elke dag voor inzetten. En dat vind ik toch ook wel knap dat we dat dan kunnen. Ja, dus jouw oproep is eigenlijk dat die hands-on mentaliteit die in Vlaanderen wel kenmerkend is, dat in Nederland ook wel iets meer mag. Nou, dat vind ik een hele mooie. Werken we eigenlijk genoeg samen, vraag ik me dan nog af. Ik denk dat samenwerking belangrijk is. Hè. Ik heb een beetje het geluk gehad om de laatste jaren met verschillende van de organisaties bij jullie contacten te leggen en samen te werken. Denk bijvoorbeeld aan het Levend Archief, hè. Die bezig is ook met zaden inzamelen, maar die ook zich inzet voor de bescherming van plantensoorten. Maar bijvoorbeeld ook de Zoogdiervereniging, de Vlinderstichting. Ik denk dat we veel van elkaar kunnen leren, omdat we met dezelfde thema's en problematieken bezig zijn. En ook, het is heel belangrijk om kennis te delen. We hebben soms zo hier en daar iemand die dan heel veel weet over iets, maar die kennis zit bij één persoon.
die staat soms niet online te vinden, niet in boeken te vinden. Daarvoor moet je naar die persoon gaan om hem helemaal uit te horen. En dat is misschien wel toch iets heel fijn om in de toekomst te proberen, om die kennis toch beter te ontsluiten en te delen. Ja, meer kennisuitwisseling. Ik wil met jou naar het laatste onderwerp. Ik vraag al mijn gasten of ze een leestip hebben voor de luisteraars van deze podcast Toekomst voor Natuur. Heb jij een leestip? Ik heb een leestip bij. Je ziet hem hier liggen. Het is een behoorlijke kloever, zoals we soms wel zeggen. Dat is het boek 12.000 jaar bos Steename, dat vorig jaar is uitgegeven. Dat gaat over een natuurgebied in de Vlaamse Ardennen, bij Oudenaarde. En het bijzondere aan dat gebied is dat het misschien wel het best onderzochte gebied is op vlak van biodiversiteit. Niet alleen van heel Vlaanderen, maar misschien wel eens van heel Europa of daarbuiten. Omdat men daar een soort biodiversiteitsaudit heeft gedaan. Dus men heeft daar, ook met vrijwilligers, heel intensief gewerkt om alle mogelijke soortgroepen in kaart te brengen, van naaltje tot draadje. En men is ook een beetje aan het denken geweest van, bij het natuurbeheer baseren we onze keuzes vaak op bepaalde soortgroepen of bepaalde soorten die we goed kennen. Van die soort, dat weten we, dan moeten we dit en dit voor doen en voor die, dit en dit. Maar misschien zijn er ook wel bepaalde kevers die nood hebben aan dood hout dat blijft staan. Of bepaalde dingen die... Soms zijn dat heel kleine, eenvoudige dingen. Wilde bijen die nood hebben aan een klein zandig paadje dat ergens blijft of zo. En dat hebben ze dus proberen doen om voor alle mogelijke soortgroepen die je kan bedenken heel uitvoerig te gaan kijken met experts van over heel het land. Welke soorten zitten hier allemaal? En hoe kunnen we het beheer daar echt heel inclusief op aanpassen? Dus dat is toch wel ook heel knap dat dat is gebeurd. En in dat boek staat eigenlijk ook beschreven hoe dat gebied, dat bos, is geëvolueerd van de laatste ijstijd tot nu. Dat is een mooie tijdspanne. Ja. Ja, dat is echt een levenswerk bijna dat je hier ziet. Hè. Een 5 kilo, denk ik, dat het weegt. Het boek, 2 delen. Maar het is heel boeiend om te zien en ook om te lezen van hoe dynamisch bepaalde systemen zijn. En in die zin... De ondertitel van het boek is ook een hoopvol perspectief voor bos in de lage landen. En dat beschrijven de auteurs eigenlijk ook van hoe dynamisch de natuur soms kan zijn. Een samenspel tussen de mens en natuur. En hoe we toch ook in het natuurbehoud in de lage landen en voor die oude bossen hoopvol mogen zijn dat we er echt wel die biodiversiteit kan terugveren als we het op de juiste manier doen. Ja. 12.000 jaar bos Steename. En we zetten de beschrijving van het boek ook in een linkje in de beschrijving van deze podcast. Annelies, hoe kijk jij naar de toekomst van natuur in onze lage landen? Ik heb al eens gezegd, ik ben iemand die doorgaans graag hoopvol in het leven staat. Dus ik probeer dat bij dit onderwerp ook te doen. Hoewel dat niet altijd makkelijk is, mag ik er zeker bij zeggen. Maar ik denk vooral dat het echt nodig is dat we mensen terug een stuk dichter bij de natuur brengen. Dat daar toch ook echt een sleutel in zit om uiteindelijk te slagen in onze missie, namelijk behoud en bescherming van biodiversiteit. Dus dat is iets waar we zeker aan moeten werken. Maar ik zeg het, ik ben doorgaans iemand die hoopvol is. En ik denk dat er nog nooit op een punt in de geschiedenis zoveel aandacht is gegaan naar de bescherming van biodiversiteit als nu. Dus dat is toch ook wel iets dat we voorzichtig positief over mogen zijn. Dus ik denk dat er heel wat werk aan de winkel is, maar dat we vandaag zoveel mogelijkheden hebben om kennis te delen met elkaar. Ik zie nu al zo mensen die nog super jong zijn, maar echt enorm knappe koppen zijn en kennissponsen zijn, iets zo hebben, wandelende encyclopedieën zijn. En ik kan alleen maar hopen dat ze die kennis zo goed mogelijk kunnen inzetten om te werken aan natuurbescherming. Ja. Mooi om die hoop ook bij jou te zien. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor jouw deelname aan deze podcast. Dank je wel. Graag gedaan. Zo, dit was aflevering 10 van Toekomst voor Natuur. Ik maak deze podcast voor de Vlinderstichting en de credits voor de montage gaan naar Laura Peters. We hebben met deze podcast een korte zomerstop. En de volgende aflevering verschijnt op zaterdag 6 augustus, dus nog heel eventjes geduld. Die aflevering die staat helemaal in het teken van natuurboeken. Wat moet je nou echt lezen? En hoe belangrijk zijn boeken eigenlijk voor de natuurbescherming nu, maar ook vroeger?
Ik spreek hierover met Bart Wessels en Bart is boekenliefhebber, vogelaar en directeur bij de KNNV Uitgeverij. Ik wens je een goede zomer toe en tot de volgende aflevering op 6 augustus.